terug van een lange tijd weg geweest. Ons dwars op de weekpanel. Nog steeds op afstand, maar niet minder urgent. Het komende half uur bespreken we twee onderwerpen. Het gaat over de ontruiming van de wijk Punter in Lelystad afgelopen weekend... en de houdbaarheid van Mark Rutte. En dat doen we met Ruud Bootsma, voorzitter van evenementencoördinatie Lelystad... en oud-wethouder in Lelystad. En Egbert Pelleboer werkt voor het Leger des Heils... en is bestuurslid van Bureau Gelijke Behandeling. Ja, goedemiddag alle twee. Hallo. Goedemiddag. Ja, het is een beetje onwennig, maar we komen vanzelf wel een beetje los. Laten we beginnen met de ontruiming van de wijk Punter in Lelystad. Afgelopen zaterdag moesten zo'n 500 bewoners van de Punter hun huis noodgedwongen achterlaten een nachtje... omdat er een onbekende chemische lucht hing in de wijk. En op zondag werd de lucht weer waargenomen... waardoor die nacht nog eens 50 mensen een nachtje elders moesten doorbrengen. Ja, Ruud, jij als Lelystedeling, heb je dat een beetje op de voet gevolgd? Ja, ik heb het redelijk gevolgd, ja. Het is toch iets bijzonders. Ja, hoe kwam het tot je, dat nieuws? Ja, nou, ik geloof via jullie nieuwsradio, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb geen NL-alert gehad. In ieder geval kreeg ik op een gegeven moment dat nieuws... en toen ben ik het toch wel even een beetje op de voet gaan volgen, ja. En ja... Dat is toch iets spannends, moet ik zeggen. Maar je hebt geen NL-alert gehad, want dat was er ook natuurlijk nog een beetje... Oh ja, dat heb ik ook gehad. Ja, want die kwam, was in de wijk zelf bij veel mensen niet aangekomen. Er werd ook wel heel veel over geklaagd. Hè? Dat is ook wel een van de onderwerpen die in de nasleep van de gebeurtenissen van het weekend erg aan de orde kwam. Slechte communicatie. Wat is jouw indruk van wat je ervan gezien hebt? Ja, ik moet dat van afstand beoordelen, dus ik kan dat niet helemaal... exact over zijn. Maar ik had de indruk dat het eigenlijk allemaal wel redelijk goed voor elkaar was. Mensen werden vrij snel gewaarschuwd. Dus de wijk werd ook meteen afgezet en ontruimd. Ja, dan spreek ik van adequaat optreden. Nou ja, er bleken vervolgens nog wel mensen in huizen te zitten... van delen van de wijk die dan zogenaamd ontruimd waren. Ja, maar ja... Kijk, ik zal niet zeggen dat het een panieksituatie is... maar het is wel een hele moeilijke situatie. En als je daar dan zo op inspeelt zoals gedaan is... heb ik als buitenstaander toch het idee dat het adequaat geweest. Ja, gaan we eventjes naar Egbert Pelleboer, inwoner van Almere. Egbert, heb jij wel eens een keer zoiets meegemaakt... dat je ineens je huis en haard moet verlaten omdat er een calamiteit is? Nee, gelukkig niet. Het lijkt me ook vreselijk, want ja, het overkomt je gewoon natuurlijk. Dat is wel ook in Amsterdam van de week geloof ik een huis wat ingestort was. Nou ja, dan moesten de bewoners ook hals over kop eruit. Ja, als het je gebeurt, dan heb je er maar mee te dealen. Maar ja, je hoopt het natuurlijk niet. Het is ook spannend. Ja, wat het dan is. Nou, moet je natuurlijk dan afwachten hoe de communicatie allemaal verloopt. Maar wat zou je nou op zo'n moment echt belangrijke, essentiële informatie vinden... als je geconfronteerd zou worden met zo'n situatie? Ja, ik zou natuurlijk het liefst zo snel mogelijk willen weten waar het om gaat. En ja, dat duurt dan natuurlijk best wel lang voordat dat bekend is. Nou, sterker nog, dat weten we nu nog steeds niet. Nee, dat vind ik wel bijzonder. Ja, ik heb er ook geen verstand van, dat zeg ik eerlijk bij. Waarschijnlijk is het ook ingewikkeld, anders hadden ze het natuurlijk wel geweten, denk ik. Maar ja, ik denk dan toch altijd van, ja, je leeft toch in Nederland en we zijn allemaal zo slim en we kunnen van alles. Kan dat dan niet sneller? Dat denk ik dan wel. Ja, Ruud, stel je voor dat je nou nog wethouder was geweest. Hè? Wat had jij nou tegen mensen gezegd die allemaal zeggen... ja, wij willen weten wat nou de oorzaak hiervan is. Ja, het is onbekend. Hoe communiceer je daar dan over? Ja, ik denk dat dat ook een hele lastig is. Maar ik zei net al, ik had de indruk dat er adequaat is opgetreden. Hè? Wat je het eerst moet doen, is zorgen dat mensen in veiligheid komen. En daarna gaan we eens even kijken, wat is er nou echt aan de hand? En ja, dan moet je wel snel met informatie komen. Dat is wel mijn idee. En dat heeft toch wel wat lang geduurd, heb ik de indruk. Sterker nog, eigenlijk weten we nog niet echt wat er aan de hand was. Ja, het is naar benzine ruikende geur. Maar verder weet je nog niet zoveel. En ja, was het gevaarlijk? Was het niet gevaarlijk? We weten het niet. En ik vind 2 dagen na de calamiteit... Ja, dan mag je toch wel wat duidelijkheid hebben. En het RIVM is altijd heel snel met informatie, heb ik de afgelopen 1,5 jaar begrepen. Maar hier moeten ze dan 2 dagen over doen. Dat snap ik helemaal niks van. Nee. Nou, dan eventjes kijken we naar de burgemeester. En, want die heeft natuurlijk dan een rol als zo'n burgervader daar naartoe te gaan, naar zo'n wijk, om de mensen gerust te stellen. Want die mensen, ja, die moeten toch huis en haard verlaten. Dit weekend was hij er niet. Het was de local burgemeester geworden. Hoe kijk jij daar tegenaan, Egbert? Dus vind je een local burgemeester dan voldoende? Mijn eerste indruk is van wel, maar ik ben dan ook geen betrokkene. Ik kan me wel voorstellen dat als je natuurlijk in die wijk woont en het gaat jezelf echt aan, dat je dan dat je dat misschien wel verwacht. Maar goed, een lokale burgemeester, ja, dat is ook niet de minste. Hè? De gemeente geeft in ieder geval blijk van betrokkenheid. En daar gaat het met name om in mijn optiek. Maar wreekt zich hier toch ook niet een beetje, Ruud, dat Lelystad een waarnemend burgemeester heeft die niet in Lelystad woont? Ook nog eens 2 wethouders in het college heeft die niet in Lelystad wonen. Ja, dan met zo'n calamiteit, god, dan moet je van buiten komen. Dat is natuurlijk niet ideaal. Nee, daar heb je gelijk in. Alleen, ik vraag me even af hoeveel mensen in Lelystad de plaatsvervangend burgemeester kennen. Dat zijn er een paar, denk ik, vooral in het stadhuis. En de paar gedecoreerden van vorige week. En voor de rest kent niemand hem. Dat is een nadeel. Als we een burgemeester hadden die gewoon woonachtig was in Lelystad. Al had hij dienst of niet, zo noemden we dat vroeger. Je hebt dienst of je hebt geen dienst in het weekend. Dan ben je loco als je dienst hebt. Ja, die loco die heeft gewoon dezelfde bevoegdheden als de burgemeester. En je moet hem ook echt als de plaatsvervanger zien. Ja, dus wethouder El Sakai die daar naartoe was. Het is niet zo dat je een tweede klas burgemeester op visite krijgt. Nee, die gaat ook serieus met zijn werk om. Ja, ik heb het vaak genoeg gedaan en ik vond het ook heel spannend. Ja, dus dat vind je niet storend dat de burgemeester er niet bij was? Nee, vind ik niet storend. Nee, vind ik absoluut niet storend. Nee. Nou, al met al dus, ja, nog steeds de vraag hangt boven de markt. Wat is dat nou geweest voor goedje? Daar hopen we ieder moment toch uitsluitsel over te krijgen. De mensen die thuis zitten daar natuurlijk ook op te wachten. We gaan het zo direct hebben over de houdbaarheid van Mark Rutte. Mark Rutte, is hij uitgerangeerd of is hij toch stiekem een comeback-kid bij uitstek? Die vraag die hangt al weken boven de formatieonderhandelingen. Ja, dus stellen wij ook maar de vraag, wat moeten we met Rutte? De vraag stellen we dus weer aan ons dwars op de weekpanel. Ruud Bootsma, voorzitter van evenementencoördinatie Lelystad, oud-wethouder bovendien. Egbert Pelleboer, hij werkt voor het Leger des Heils, is bestuurslid van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Egbert, heb jij nog veel geloof in een kabinet Rutte 4 dat er komt? Ja, nou geloof. Het is meer dat je dan zoiets hebt van, volgens mij kan er weinig anders, blijkbaar. Maar voor mij hoeft het niet per se, hoor. Jij bent wel klaar met Rutte? Ja, ik denk dat hij zijn conclusies had moeten trekken en op had moeten stappen. Ja, op welk moment had hij die conclusies eigenlijk moeten trekken? Op een moment dus dat... Even kijken. Nou ja, er is inmiddels alweer zoveel gebeurd. Ja, daarom. Ja. Zullen we beginnen? Dat is 8 jaar geleden. Nee, maar... Kijk, op een gegeven moment was het gewoon duidelijk dat er geen vertrouwen was. En toen hij zich zo door dat debat heen moest stuntelen, toen dacht ik van, ja, hou de eer aan jezelf. Het is over. Stop er gewoon mee. Je hebt mooie jaren gehad. Je hebt veel gedaan. Maar het is over. Maar goed, hij heeft die conclusie niet getrokken. Vind jij dat de andere partijen dus ook serieuze kandidaten voor een regeringscoalitie als D66, CDA, misschien ook wel GroenLinks, PvdA, dan moeten zeggen niet met Rutte? Ja, ik vind dus inderdaad wel dat die partijen dat hadden moeten zeggen. Duidelijker. En, want ondanks het feit dat Rutte natuurlijk de lijsttrekker is geweest die de meeste stemmen heeft getrokken bij de afgelopen verkiezingen? Ja, maar goed, als je natuurlijk de mond vol hebt van geloofwaardig leiderschap en nieuw leiderschap, en dan denk ik, ja, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Want hoeveel zijn je principes hier waard? Dan, ik vind dat bijvoorbeeld D66 zich daar ook best nog wat steviger in had mogen opstellen. Ja, dan dat ze... Ruud, even naar jou, Ruud Bootsma. Ja. Ruud, ja, is het eigenlijk niet gek dat, dat het tijdens de verkiezing ging het eigenlijk helemaal niet over deze thema's. Iedereen vermeed ongeveer die toeslagenaffaire. Niemand wilde het daarover hebben, want iedereen is daar wel een beetje zo op zijn eigen manier verantwoordelijk voor. En plotseling duikt het dan toch weer op, vlak voor die coalitieonderhandelingen. En dan denk je misschien toch wel, goh, toch ook wel weer zielig voor die Rutte. Ja, dat heb ik geen moment gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Schuld hoor je daar neer te leggen waar die hoort. En dat is bij de leider van het kabinet. Er is er eigenlijk maar één die zijn conclusies getrokken heeft. En dat is Asscher geweest. Die is gewoon teruggetreden. Niet gewoon. Er zal ongetwijfeld vanuit de partij ook druk uitgeoefend zijn. Maar dat is de enige in die hele affaire die zijn conclusies getrokken heeft. En dat vind ik toch wel wonderlijk. En iedereen staat er nu bij van, nou, ik was mijn hand in onschuld. Maar in wezen zijn er vele schuldigen in deze hele affaire, inclusief Rutte. En het had mooi geweest als we schoon schip gemaakt hadden. Ja. Dat was nou een moment geweest waarop ieder, ja, ook terecht, maar afscheid had kunnen nemen. En we van die hele affaire in ieder geval bestuurlijk gezien af waren geweest. We hebben het niet over de afhandeling, want dat vind ik nog steeds schandalig. Ja, Ruud, maar als je kijkt naar waar de verantwoordelijkheid ligt, ligt eigenlijk dus overal, als je dat rapport leest en na dat onderzoek. Dat ligt niet alleen bij het kabinet, maar het ligt ook wel bij volksvertegenwoordigers. Hoor je bijna niemand over in de Tweede Kamer. Het moet wel allemaal transparanter, maar hoe dat moet, dat hoor je ook bij niemand. Als je zou zeggen van, we moeten breken met het verleden, zou eigenlijk de halve Kamer op moeten stappen, inclusief dat hele kabinet. Maar dit is al weg. Nou ja, kijk, een Kamerlid kunnen wij niet wegsturen. Die kunnen elkaar ook niet wegsturen. Die zijn gekozen en die zitten daar. Maar een kabinet kun je wegsturen. En ja, dan moet je ook onmogelijk maken dat ze weer terugkeren na een moment van bezinning, laat ik het zo maar zeggen. Want zo wil ik de kabinetsformatie wel gaan noemen. Want dit is natuurlijk de huichelarij ten top wat er nu gebeurt. Nu wordt er gesproken over nieuw leiderschap, over een andere politieke cultuur, over transparantie. Alles moet transparant. Egbert, denk jij dat dat mogelijk is in de politiek? Ja, als ik alle politici moet geloven, die zeggen van niet. Maar ik denk... Maar ze zijn er allemaal wel voor op dit moment. Ja, precies. Maar dan tegelijkertijd houden ook heel veel mensen nog wel een slag om de arm. Dan zeggen ze, ja, dat moet, anders kan je niet besturen. Als dat het overleg niet meer kan voeren. Ja, ja. Ik denk, kijk, transparantie doet ook altijd een beetje pijn. Want je moet met de billen bloot. Kijk, natuurlijk moet je wel zorgen dat je gewoon normale overleg kunt voeren. Maar ik vind dat we in een tijd leven dat we wel daar naartoe moeten. En ook meer vanuit principes in plaats van... Kijk, we zijn eindeloos aan het polderen. En alles wordt een compromis. Dus op een gegeven moment is het ook nog moeilijk te zien welke partij nou precies waarvoor staat. En hoe ze werkelijk over dingen denken. Want ze praten dan met één mond naar buiten toe als coalitie en zo. Dan denk ik, ja, je mag best wel wat meer je principes gaan tonen. En transparanter zijn over hoe die dingen ook gaan in de discussies die je daar met elkaar hebt. Ik vind dat dat wel de afgelopen jaren wat... beter had gekund. Maar goed, de andere kant van het verhaal is natuurlijk weer dat ze dan straks rollenbollend eventueel over straat gaan. En dan hoor ik de commentaren ook alweer, Ruud, als dat zou gaan gebeuren. Ja, maar ik vind Egbert een punt heeft. Het gaat om die openheid. Het gaat om... Kijk, wij stemmen, weet ik veel welke partij je ook stemt, maar je stemt meerdere mensen in die Tweede Kamer. Die vormen fracties. En een fractie moet geen bastion zijn. En dat met één mond naar buiten, dat vind ik onzin. Ik heb fractiediscussies op lager niveau weliswaar voldoende meegemaakt. Dat is niet altijd met één mond. Dus er zit altijd iets... Nou ja, Omtzigt is daar het grootste voorbeeld van. Waarom fractiediscipline? Waarom niet gewoon in die Tweede Kamer laten zien welke mening je toegedaan bent? En wie wat vindt? En dat maakt politiek al een stuk duidelijker. Al dat geleuter over coalitiedenken... Daar moeten we nodig een keer van af. Want dat maakt het alleen maar ondoorzichtiger voor mensen. En als het ondoorzichtig is, neemt de interesse af. En nou ja, we weten dan de gevolgen. Ja. Ik denk dat je best wel goed uit kunt leggen. Even mensen niet smeren om dat politieke bedrijf. Dan zeggen ze, die zit hun zakken te vullen. Dan krijg je dat soort verhalen. Ja. Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik heb liever dat ze zeggen van, hé, zo'n Omtzigt, die durft toch wel zo binnen dat CDA. En dan hup, dan wordt meteen de geleden weer gesloten, want ze waren het zo vreselijk met elkaar eens. Onzin. Ik wil jullie nog even een korte reactie op het volgende. Want er zijn ook partijen die zeggen, nou, het is gewoon tijd voor nieuwe verkiezingen. Dit slaat helemaal nergens op. Noem een PVV, volgens mij wat kleinere partijen, zoals misschien JA21. Ja. PVV wil iedere maand nieuwe verkiezingen, dus daar letten we maar niet meer op. Maar serieuze partijen, die mompelen dat af en toe ook wel een beetje. Maar ik denk dat verkiezingen op dit moment niet of nauwelijks iets zullen oplossen. We zitten nu met het gegeven, er ligt de verkiezingsuitslag. Daar moet je mee gaan handelen. Nou, en dan moet je kijken wat daaruit rolt. En ja, ik heb altijd vertrouwen in formateurs, informateurs, omdat dat mensen zijn die gewoon door de zaken heen prikken. Maar ja, die zeggen niet van dat poppetje moet op die plek en dat poppetje moet op die plek. En daar zit het probleem. Dat is de verantwoordelijkheid van de verschillende partijen. En de verschillende partijen hebben de kiezer nu wel wat uit te leggen als ze dezelfde mensen weer op de stoel zetten. Maar hoe het ook loopt, Mark Rutte zijn we voorlopig nog niet vanaf, Egbert. Nou, dat sluit ik niet uit hoor, eerlijk gezegd. Misschien wordt het wel kagen. Ja, denk je? Never know. Denk je? Ja. Egbert is stiekem van de D66. Hè. Dat moeten we ook nog wel eventjes erbij vermelden. Zeker, dat is de disclaimer hoor, beste luisteraars. Nee, heel goed. Jongens, ik vond het weer heel prettig om in dit... laten we even een politieke term, gremium, met elkaar te praten. Gewoon in deze samenstelling. Het was weer heel erg fijn. Ruud Bootsma en Egbert Pelleboer. En volgende week woensdag gewoon weer een nieuwe Dwars op de Week.